Welkom, mijn naam is Roberto Alvarez en in deze video kijken we naar paragraaf 2.1, waarmee betaal je? Dit zijn de drie lesdoelen van paragraaf 2.1. Wat zijn de geldfuncties, op welke manieren kun je betalen en welke rol spelen banken in het geldverkeer? De drie functies van geld. De eerste is een spaarmiddel. Dat betekent dat je gaat kijken welk gedeelte van jouw inkomen je niet uit gaat geven, maar apart gaat leggen. En dit doe je zodat je het later kunt gaan gebruiken om iets anders te gaan kopen. De tweede functie van geld is dat we het gebruiken om te gaan rekenen. We gaan bijvoorbeeld een product kopen en we willen dan gaan weten, hey, hoeveel is dat product nou waard? En op die manier kunnen we verschillende producten met elkaar gaan vergelijken. Als derde hebben we de functie van ruilmiddel. En dit betekent dat we gaan zeggen, wij hebben geld, iemand anders heeft goederen of diensten en ik ga mijn geld inzetten om goederen of diensten te gaan kopen. Met andere woorden, ik ruil mijn geld voor een product of voor een dienst. We kennen twee soorten van geld. Ten eerste gartelgeld, dat bestaat uit munten en bankbiljetten. En we kennen ook giraalgeld, en dat is het geld wat op onze bankrekening staat waarmee we met onze pinpas kunnen betalen. Let op, het geld wat op een spaarrekening staat hoort niet bij giraalgeld. Hier zien we een grafiek vanaf 1983 tot 2015 waarin we zowel de gartale als de girale groei zien. Wat opvalt is dat giraalgeld enorm is toegenomen, van iets minder dan 50 miljard euro tot een waarde van bijna 350 miljard euro in 2015. Hiermee wil ik jullie laten zien dat het geld wat we op onze betaalrekeningen hebben staan dus enorm is toegenomen, terwijl het geld wat wij fysiek hebben, dus het geld wat wij vast kunnen houden, munten en bankbiljetten, veel minder hard is gegroeid. Dit beeld daar laat dus duidelijk zien dat wij vooral veel geld op onze betaalrekening laten staan en niet zoveel zin hebben om heel veel geld in onze portemonnee te hebben zitten. Giraalgeld. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Als je geld opneemt bij een geldautomaat, dan daalt dus de hoeveelheid giraalgeld. Logisch, want het geld wat wij op onze bankrekening hadden staan, wordt minder. En gartelgeld gaat juist stijgen, want het geld zat op onze betaalrekening, dat halen wij vanaf. En dat krijgen we nu fysiek in onze handen, want dat geld stoppen we in onze portemonnee. Dus het geld dat we vast kunnen houden, dat aantal, dat stijgt. We kennen een aantal soorten van ruilen. Ik begin met directe ruil. Dat betekent dat ik spullen of diensten tegen elkaar ga ruilen. Hier zien we een voorbeeld van een mobieltje die ik ruil tegen bijvoorbeeld een tablet. Wij kennen ook indirecte ruil. En dat betekent dat ik niet goederen en diensten direct tegen elkaar ga uitruilen, maar ik heb er een tussenvorm. En die tussenvorm is geld. Wij gaan goederen of diensten ruilen tegen geld. En dat geld kan ik vervolgens weer gebruiken om andere goederen en diensten te gaan kopen. Dit is wat wij normaal gesproken in onze samenleving gebruiken. Namelijk geld als middel om verschillende producten en diensten te kunnen gaan kopen. Een creditcard. De creditcardmaatschappijen, en daar kennen we een aantal van, die schieten het geld voor. Denk bijvoorbeeld aan American Express, Visa of Mastercard. Dat zijn de drie bekendste creditcardmaatschappijen. Pas aan het einde van de maand worden de betalingen die jij al hebt gedaan van jouw betaalrekening afgeschreven. Het is dus eigenlijk een lening. Zij schieten het geld voor, jij betaalt de producten en pas over een maand gaan ze bij jou terugkomen om te zeggen, joh, we willen het geld van jou hebben, dus we gaan het van jouw bankrekening afhalen. Het nadeel is natuurlijk, op het moment dat wij iets gaan kopen, niet meteen in onze portemonnee voelen dat we iets gekocht hebben. Een valkuil is dus dat we veel meer geld gaan uitgeven dan we eigenlijk hebben. Dan komen we in het rood te staan en op het moment dat een creditcardmaatschappij bij jou geld af wil halen, wordt dat dus heel lastig, want je hebt dat geld niet. En op het moment dat je bij een creditcardmaatschappij in het rood staat, betaal jij in naverhouding heel veel rente als vergoeding voor de lening. Hierbij zien we een plaatje van elektronisch betalen.
mooi aangegeven in wat voor vorm we dat doen, waarbij de vraag was: hoe worden online aankopen betaald? We zien dat er een gigantische groei is geweest in het betalen met iDEAL. Velen van jullie zullen dat misschien al wel eens gedaan hebben. Voor velen is dat een hele makkelijke manier om betalingen via het internet te voeren. Dus dat is veruit de grootste. Daarna zien we als tweede de creditcard en vervolgens nog PayPal en een aantal andere manieren. Dit is een voorbeeld van een rekenafschrift. En we gaan ons even hierop richten, op dit gedeelte. Namelijk het saldo. Het saldo betekent het bedrag dat op dit moment op je bankrekening staat. Hier stond vorig saldo. Dat betekent dat dit het saldo is geweest wat wij op 12 augustus 2010 op onze rekening hadden staan. Je ziet hierachter staan CR en dat leg ik nog uit. CR betekent namelijk een creditsaldo. Met andere woorden, het is een positief saldo. Ik had dus op dat moment geld op mijn rekening staan. We zien op 19 augustus dat het bedrag is toegenomen. Nog steeds credit. Dat betekent dat we op dat moment geld erbij hebben gekregen. Nu is er ook een andere mogelijkheid, dat we namelijk niet credit op onze rekening staan, maar debet. En debet betekent dat wij in het rood staan. De bank heeft dus nog geld van jou te goed. Creditsaldo betekent dat het een positief saldo heeft. We hebben dus geld op onze rekening staan. En een debetsaldo betekent dat wij geld tekort komen op onze rekening. Wij staan dus in het rood. Hier even een kort voorbeeldje van een rekenafschrift die ik even bedacht heb voor jullie, om even kort te laten zien hoe dit eruit ziet. Het vorige saldo was 50 euro, credit dus. We hebben geld ontvangen van 20 euro en we hebben een betaling gedaan van 40 euro. En als we dat bij elkaar optellen en die 40 ervan afhalen, komen we op een nieuw saldo uit van 30 euro. Nog steeds in het groen. En dat betekent dat we dus een creditsaldo hebben. Op deze slide laat ik jullie een rekenvoorbeeld zien. Op het rekenoverzicht van Maria staat dat ze een creditsaldo heeft staan van 523,80 euro. Zij heeft in een vakantie 125 euro uitgegeven aan een winterjas en 99 euro aan nieuwe schoenen. Haar salaris is in die tussentijd ook overgemaakt. Daarvoor ontving ze 126,40 euro. En het abonnement van haar mobiele telefoon is afgeschreven. En dat kostte haar 25 euro. Mijn vraag is: bereken het nieuwe saldo op haar bankrekening en noteer of dit debet of credit is. Dit is het antwoord en de manier van berekenen. We beginnen met het oude saldo. Dat was 523,80 euro. We halen daar de winterjas vanaf en de nieuwe schoenen. We tellen het salaris erbij op en we halen ook het abonnement ervan af, 25 euro. Dat levert ons een nieuw getal op, 401,20 euro. Dat is nog steeds positief, we hebben dus geld op onze rekening staan en daarom noemen we dat credit. Stonden we in het rood, dan was het een debetsaldo geweest. Hier zien we een schema waarin we de economische kringloop laten zien. In het midden zien jullie bedrijven, banken en gezinnen. En vanuit deze drie groepen komen er geldstromen en goederenstromen. Laten we onderaan beginnen bij gezinnen. Gezinnen die werken en dat doen ze bij een bedrijf. Het bedrijf geeft daarvoor in ruil loon. Dat loon komt dus weer bij de gezinnen terecht. Daarmee hebben we de linkerkant behandeld. Dan gaan we de middelkolom pakken. Dat loon komt dus bij de gezinnen terecht. En een gedeelte daarvan zet ze bij de banken neer, als spaargeld. Daar ontvangen ze rente voor. En aan de andere kant lenen ze ook geld van de banken om spullen te kopen. De bank leent vervolgens weer geld uit aan bedrijven. En banken betalen soms ook rente aan bedrijven, omdat bedrijven ook geld op de bank zetten. Dan gaan we naar de rechterkant. We beginnen weer bij de gezinnen. De gezinnen halen dus geld. En met dat geld gaan ze spullen kopen. Dat geld
vloeit dus, zoals jullie aan de rechterkant kunnen zien, vloeit dat naar de bedrijven toe. Dus bedrijven ontvangen geld van de gezinnen, omdat ze de producten van deze bedrijven kopen. Aan de andere kant leveren de bedrijven dus producten aan de gezinnen. En op deze manier blijft het continu doordraaien. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de uitleg van paragraaf 2.1. Ik hoop dat jullie geholpen heeft. Heb je nog vragen of heb je nog feedback, dan hoor ik dat heel graag. Bedankt voor het kijken.